Oké, chauffeurs voor mijn vrienden, vriendinnen en vijanden. Nou kun je eigenlijk Corydon zelf eens een keer zien in plaats van de hele goede mask wat ik altijd meeneem. En vandaag gaan we. Ik heb vandaag iets gekocht, dat is een. Hoe noem je dat? Het is een anti-diefstal alarm voor de truck. De truck die daar op de achtergrond staat. En het kan ook meegenomen worden in de auto. Zoals je ziet is het hier heel vreedzaam en gewoon heel vreedzaam. Het is heel stil. Er gebeurt helemaal niks hier. Dat is precies wat ik wil. Zo, ik ben naar de winkel geweest. Heb wat software gekocht. Allerlei dingen. En de hardware. Ik denk niet dat het in Nederland te koop is. Die zit in deze doos. Smith & Wesson. Een vrij bekende naam, denk ik. En wat zit in deze doos? Het is een Smith & Wesson. Het heet de Judge. De Judge is een self-defense weapon. Die kan al, daar kun je verschillende munitie mee wegsturen. Je ziet, als je een vuurwapen pakt, het allereerste wat je doet is je open het. En maak zeker dat er helemaal niks in zit. Kamers zijn leeg. Als je een vuurwapen vast hebt, maakt niet uit of je het net hebt gecontroleerd. Je houdt je wijsvinger gaat altijd hier, de trigger finger, zoals ze dat ding hier noemen. Je houdt je nooit bij de trigger. Zo, en dit is een single and double action gun. Wat wil zeggen, single action en double action. Zo, single action is een beetje veiliger, want dan moet je hem altijd de hamer achter trekken, maar kost ook weer tijd natuurlijk. Het interessante van dit trucbeveiligingsmiddel, je kunt shotgun shells indouwen, daarom is de kamer zo lang. 410. Zo, en deze die hebben, even kijken. Zo, deze heeft gewoon een heleboel kleine kogels erin zitten. Maar je kunt er van alles in laten douwen natuurlijk. Je kunt van alles kopen. Er kunnen er drie kleine pallets in zitten. Of deze heeft er. Ik heb allemaal geen zin in om dat te weten. Maar dat zijn shotgun shells. Doosje. Ik heb er twee doosjes van gekocht. Ammunitie is nogal duur trouwens. Zo, misschien dat jullie mij kunnen supporteren. Zo'n doosje is $17. En er zitten er 40 in of 50. Dat weet ik eigenlijk niet zo gauw. 25. Zo, 25 voor $17. Dat is 7 cent per stuk. Dan heb ik deze. Dit zijn dus gewoon, dat is een 45. Dat is eigenlijk meer om mee te trainen. Die zijn vrij klein. Er zitten er 50 in een box. En je ziet die zijn vrij kort. Maar die doen wel wat ze voor ontworpen zijn. Maar zo, dit is eigenlijk meer om te trainen. Ik heb er twee van deze dozen gekocht. Die kosten $30 per stuk, man. Voor 50. Daar ben ik helemaal niet goed van. Als ik hem dan in de truck leg, dan heb ik er deze in. Zo, dat is ook een 45, maar die zijn wel twee keer zo lang. En die kun je kopen met allerlei vormen, hollow head en maakt allemaal niet uit. Zo, deze die zijn dodelijk. Als je een pistool koopt, dan moet je dus wel heel level-headed zijn, zoals man.
Maar de meeste mensen zeggen dat ik vrij level-headed ben. Ik drink niet, ik doe geen drugs, zo doe ik niet druk om te maken. Zoals ze hier zeggen, alcohol en guns don't mix. Wat je ook doet met een revolver of ieder vuurwapen, wat er ook mee gebeurt. De eigenaar is verantwoordelijk. Zoals iemand dat steelt en je geeft er niks om weer neer, je belt de politie niet of niks. En ze beroven de banken mee, dan ben jij mede verantwoordelijk. Zo, je moet het altijd goed in de gaten houden. Dit is een hele lange kamer, die is wat voor 3,5 inch of zo denk ik, 4 inch. Een hele korte loop, zoals die shotgun shells erin heb. En het is gewoon echt een self-defense weapon. Ik zal maar zeggen, je zit in je truck en iemand die rukt je deur open. En die wilt je beroven, wat nog nooit is gebeurd trouwens. Dan, normaal gesproken, als je dit laat zien, dan rennen ze gelijk weg. De gemiddelde crimineel, die weet wel wat er aan de hand is dan. Daar lees je nooit niks over, Winnie. Hoe het werkt, hoe noem je dat? Wel, als je het laat zien, dan rennen ze meestal al weg. Soms moet je het gebruiken. Ik hoop uiteraard dat ik dit nooit van mijn leven hoef te gebruiken. Zo. Dit pistool noemen ze de Judge, omdat er heel veel rechters in Amerika, die al wel eens van die gekken voor hen staan, weet niet, en die trokken dan in één keer een mes of zo. En zo'n ding kon ze heel makkelijk onder de rook douwen. En de originele fabrikant was Taurus. Taurus is een... Komt uit Brazilië, een hele goede fabrikant. Maar sinds ik een Amerikaan ben, Smith & Wesson voor Ibo. Smith & Wesson, maakt allemaal verder niet uit als het maar hier gemaakt wordt. En als nou iedereen zo dacht, dan ging de eigen economie weer omhoog. Zo, wel, dat is wat ik vandaag heb gedaan. Hij gaat weer terug in de doos, morgen ga ik hem eens even uitproberen. Zo. Zo, er zijn twee dingen mogelijk. Morgenavond zet ik weer een filmpje op het internet, hoe het allemaal ging. Of je hoort nooit niks meer van. Nee, maar als je heel goed nadenkt wat je doet, je moet gewoon normaal denken. En dan kan er eigenlijk helemaal niks fout gaan. Je moet altijd alle veiligheid in oog nemen. Gewoon goed nadenken voordat je iets doet. En dan kan er helemaal niks gebeuren. Chauffeurs Forum leden. Jullie zullen wel denken, oh boy. Het klinkt misschien heel raar in Nederland. Of dat was wel grappig, want ik zal met die verkopen de buurt. Ik vertelde hem al gelijk. Ik zei, ik ben een immigrant en ik kom uit Nederland. En dit is het eerste wapen wat ik ooit zal kopen. Dit is het eerste wapen wat ik ooit heb gekocht. En zo, ze helpen je heel goed. Maar hij vroeg dus ook van, zo, waar ben je vandaan? Ik zei, uit Nederland. En hij zei, en de mensen hebben daar, die mogen daar geen pistool hebben. Ik zei, nee, dat is maar goed ook, want dan woont er helemaal niemand meer, denk ik. Zo. Je moet gewoon heel goed nadenken wat je doet. Ik heb hier een pouch gekocht. Kijk, daar past hij in. Past hij in, ritssluiting dicht en dan gooi ik het boven in het dashboard. En daar ligt hij veilig. En het is gewoon... Ik heb wel al een paar keer met een revolver en shotgun geschoten hier zo. En één keer met een black powder gun. En dat is gewoon hartstikke leuk om te doen, man. Het klinkt heel eng. Maar er is niks engs aan natuurlijk. Je moet gewoon niet eerst drinken en dan gaan schieten. Want dan wordt het wel heel raar. Maar het is gewoon heel leuk om te doen. En that's it for today. Ik ben benieuwd wat de commentaren zijn. Houdoe.